Ja, ik kan wel zeggen dat de campagne bij ons thuis echt leeft. Dan doe ik de deur open en dan zijn ze druk bezig om het debat na te spelen. Mijn jongste zoon speelt dan bijvoorbeeld Mark Rutte. En mijn oudste dochter is heel graag Gert-Jan Segers. Ja, dat is echt fantastisch om te zien. Wat me de afgelopen jaren echt heeft geraakt, is de situatie van de bewoners in de Haagse woonwijk Moerwijk. Een wijk die door de politiek en door de samenleving eigenlijk is vergeten. En die mensen zitten gewoon al jaren vaak in een woning met vocht- en schimmelproblematiek. Met kinderen die daar niet gezond opgroeien, vaak bronchitis hebben. En daar wil ik me voor gaan inzetten, dat er in die wijk weer perspectief ontstaat. Ik ben opgegroeid hier op de kop van Goeree. Mijn ouders hebben hier een akkerbouwbedrijf. En we staan hier eigenlijk te midden van de akkers waar ik van jongs af aan heb meegewerkt. En nog steeds in de zomer graag kom om de oogst mee te helpen binnenrijden. Ik kan me nog goed herinneren dat ik samen met mijn vader een hele week bezig was om uien te sorteren. Stoffig werk. En dan gingen die uien naar de veiling. En dan werden ze verkocht. En dan kwam er een paar dagen later een brief terug. En er stond dan in: helaas, uw uien zijn doorgedraaid. Al het werk voor niks. Het boerenbestaan is prachtig, maar het boerenbestaan is vaak ook moeilijk en best hard. En het is gewoon niet rechtvaardig dat een boer wordt afgeschreven met bijvoorbeeld op dit moment nog geen 10 cent voor een kilo aardappelen. Terwijl wij allemaal vrolijk 1,30 euro betalen en daar geen oog minder dicht op doen. En ik kan niet zomaar beloven dat ik alle problemen oplos. Wat ik wel kan beloven is dat ik enorm mijn best ga doen om dat verdienmodel voor een boer te verbeteren. Dat er weer ruimte komt voor zijn vakmanschap. Dat we beleid maken wat volhoudbaar is voor de natuur, voor het milieu, maar ook voor het boerenbedrijf. Dat je niet alleen vandaag, maar ook over één generatie nog een boterham kunt verdienen.